de geheimen van een stad. Als onze stad geheimen heeft, dan moeten we erachter zien te komen, heren. Beraad! Dat was toch een nederzetting? En in 1243 stadsrecht. Wat betekent dat nu? Uiteindelijk verwoest door de Fransen. Maar dan toch weer opgebouwd. Hoe kregen ze dat nou voor elkaar? Tja, in 2001 een grote stad door de fusie. Met 100.000 inwoners. Zijn dat de geheimen van de stad die wij als vertellers willen weten en waar het filmhuis op doelt? Hoe komen wij achter de echte geheimen? Daar moeten we gewoon naar vragen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Het is als een naald in een hooiberg. Waar begin je? Kom op, naar het filmhuis. Dat is de bron. Als we in het begin hebben, dan komt de rest vanzelf. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. 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 Zo. Zo. Wij onderzoeken de geheimen van de stad. Ja. En hebben een paar vragen. Mm-hmm. U hoort wel eens wat. Laat nooit iemand van het filmhuis iets los over de geheimen van de stad? Volgens mij een slimme truc van het filmhuis om meer bekendheid te krijgen. Wie komt er toch op zo'n idee? Zou dit niet helpen om iets te vertellen? Ik zeg er niks over. Hier heb je een filmblik met oud materiaal. En ik heb geen tijd meer voor jullie. En okay. Nu wegwezen. Zo. Zo. Oh. Oh. Nou, bedankt hoor. Bedankt. Dag. Dag. In deze stad is geen sprake van corruptie. Vroeger wel. Toen waren er steekpenningen. Vroeger? Ja, daarvoor moeten we naar de stadsarchivaris, de heer Peer Bozeli. Die weet meer. Wauw, toeval, hè? Hey. Hey. Hallo. U bent de stadsarchivaris. Ja, dat klopt. Ik heb een paar vragen voor u. Oh, mooi. En een paar vragen over de geheimen van de stad. Oh, geheimen, daar ben ik gek op. Ja, en we hebben hier geheimen genoeg. Vertel eens. Ja, nou, om te beginnen? Om te beginnen moet je maar eens even binnenkomen in de stadsarchief. Oké. Doen we. Heren, kom binnen in het geheime stadsarchief. Dank u wel. De stad die heeft een massa geheimen. En is de gemeente verplicht alle geheimen prijs te geven? Als ze 20 jaar of ouder zijn, ja, inderdaad, dan moeten we ze allemaal openbaar maken. Ja, maar ik wil jullie wel een tip geven. Ga graven. Oh ja? Graven? Graven, ja. En dan denkt u natuurlijk waar. Ja. Nou, daar kan ik een antwoord op geven. Ga naar de geheime tuinen. En die geheime tuinen... Oh, hier, ik heb een folder. Kijk, hier is de folder. Ga naar de geheime tuinen, ga daar graven. En een laatste tip. Ga graven waar al eens eerder gegraven is, in de wal. Oh, zo. Nou, succes. Oh, okay. Dank u wel. Ja, dank u wel. Dank u wel. Dan is dat de tip die we nodig hebben. Ja, tuurlijk. Oh, dan gaan we. Mijn conclusie is, er zijn openbare geheimen en niet openbare geheimen. Wij onderzoeken alles.
Het beeld van Isodin. Het mysterie van de ingeslikte naald. Wat doet u daar? Ja, ik ben hier aan het graven. Maar waarmee kan ik jullie eigenlijk van dienst zijn? Wij onderzoeken de geheimen van de stad. Als u hier graaft, weet u beslist meer. U denkt toch niet dat ik geheimen voor u achterhoud? Elke gemeente kent een doofpoot. Nou, ik mag daar uiteraard als burgemeester niks over zeggen. Ik wens u veel succes met uw zoektocht. Van de politiek wordt je ook niks wijzer. Oh. We gaan ons beraden. Ons onderzoek heeft niets opgeleverd. We hebben een waardeloos filmblik, een folder van de geheime tuinen, een gat in de wal en een burgemeester die niks zegt. Hoe moeten we nu verder? Er zijn zoveel geheimen in de stad, daaruit valt niet te kiezen. Luister, in ieder verhaal schuilt toch een geheim. We gaan reclame maken voor verhalenschrijvers die over geheimen schrijven. Kom op, naar het filmhuis, we schrijven daar een script. Einde van het verhaal, dus dan word je bloedserieus.